Wat ik vandaag met u wil doen is kijken naar wat doen wij als universiteit nu eigenlijk op het gebied van digitalisering, artificial intelligence. En staat de wereld bij ons stil zoals veel mensen denken of gaan wij daadwerkelijk met onze tijd mee? En ik hoop dat na mijn presentatie dat laatste duidelijk zal zijn. Overigens zijn er veel ook hier in, in, in dit gebouw, veel sceptici op het gebied van innovatie, artificial intelligence, robotica... En uh, veel mensen die denken van, ja, het zal zo'n vaart niet lopen, het zal langzaam gaan. En uh, zoals uh, Maarten ook al zei, van, dat mensen denken, uh, en het gaat eigenlijk veel sneller dan we denken. Het is ook heel makkelijk om negatief te zijn over al die ontwikkelingen. En ik, dat doet me denken aan een, uh, een, mijn favoriete scène eigenlijk uit de film I, Robot. Waarin uh, Will Smith vraagt uh, aan een robot, hij zegt die, you're just a machine, an imitation of life. Hij vraagt: Can a robot write a symphony, or create a masterpiece, a beautiful masterpiece? Dan zegt de robot: Can you? Dus het is heel makkelijk om negatief te zijn, maar het is heel bijzonder wat er nu al kan en de technologische ontwikkeling gaat exponentieel. En dat moeten we inderdaad in in de gaten houden, dat het veel sneller gaat dan wij denken. Dan de volgende vraag: Sommige mensen denken dat dit al bij ons realiteit is of heel snel realiteit zal worden. Als je toch, als je kijkt naar onze collegezalen, dan ziet het dat nog steeds zo uit, helaas. Er is niet veel veranderd met 90 jaar geleden toen wij begonnen met, uh, met de universiteit uh, hier in, uh, in Tilburg. Maar dat wil niet zeggen dat wij stilzitten. En dat wil ik u laten zien: een aantal voorbeelden van projecten waar wij heel actief mee bezig zijn. Een belangrijk project, een heel ambitieus project voor ons, is DEEP. Dat is het Digital Education Enhancement Program. Wat we willen met Deep is eigenlijk digitalisering omarmen en ook artificial intelligence in alle vormen en dat binnen ons onderwijsdomein brengen. En Deep is gebaseerd eigenlijk op een uitspraak van Einstein. Einstein zei ooit: Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. En dat idee dat we Studenten persoonlijke aandacht moeten geven, moeten challengen op hun kunnen en hun zaken die ze lastig vinden. Persoonlijke aanbieden van persoonlijke leerstijlen, leerlijnen voor, de, voor studenten, dat is erg belangrijk voor ons. Dat doen we op basis van drie uh, pijlers. Eén is enhanced learning. Dat betekent dat we een leersysteem hebben, een learning management system, waar alle. Elektronische tools en technieken bij elkaar komen. E-learning, maar ook uh, digitaal toetsen, maar ook uh, skills, uh, kennisclips, et cetera. Alles komt daar uh, bij elkaar. Alle faciliteiten die beschikbaar zijn, die gebruiken we. We gebruiken ook tools om meer samenwerking te hebben. Peer review van studenten, samenwerking, maar ook samenwerking met industrie, samenwerking internationaal, hackathons bijvoorbeeld, gefaciliteerd uh, door technologie. En het laatste is Enhanced Support, waar we digitale tools gebruiken om, en ook big data gebruiken, om ons onderwijs te verbeteren. Dus we doen onderzoek naar leerstijlen, naar effectiviteit van ons onderwijs. En daar willen we van leren en daardoor ook, eh, ook systemen verbeteren. Een ander aspect wat heel belangrijk is, een ander groot project, heel ambitieus project, wat we samen met 13 partners... Hebben gestart is Mind Labs. En ik wil een kort filmpje van anderhalf minuut willen ik u laten zien. Al deze zaken die u ziet hier, die gebeuren dus al, onder andere in ons, uh, ons DAF-lab. Maar die zijn we op dit moment aan het uitwerken, verder versterken. en uh, Er is een hele beweging op gang gekomen... ...waar we artificial intelligence en al, voor, al zijn vormen naar voren willen komen... ...onderzoek naar doen en verder ontwikkelen. En als laatste hebben we VIBE, wat een onderdeel is van Mindlabs. Labs. VIBE staat Virtual Humans in de Brabant Economy. En wat we in VIBE doen, en met name mijn, als trekker mijn collega Max Lauwersen... ...is om avatars te gebruiken voor trainingsdoeleinden. Dus de Betty van Edwin, maar dan in een veel volmaaktere vorm, zou ik willen zeggen... ...die niet afhankelijk is van getypte input, maar gesproken input kan kunt geven... ...ook terugspreekt naar jou, die zetten we in met machine learning, et cetera... Om mensen te trainen in ziekenhuizen in eerste instantie. Mensen van OK's, oncologieafdelingen, verloskundeafdelingen, die worden getraind door die avatars. En dat is een hele bijzondere ontwikkeling, denk ik. En dat brengt ons zeg maar, als, als universiteit in de digitale society, willen we een aandeel um, leveren aan de digitale society. En dat is voor ons ons voorland. Mijn vakgebied is arbeidsmarkt en ik ben daarnaast een van de trekkers van ons, zeg maar, in Maarten termen. Vierde Generatie Universiteit programma, wat wij het Impact programma noemen. Advancing Society, uh, Science with a Soul als ondertitel. Uh, en dat betekent uh, voor ons de keuze voor drie thema's als universiteit. Eén uh, is uh, Resilience, Veerkracht van de Samenleving, Health and Wellbeing als tweede en uh, ja, value Creation Through Data als derde. En wat wij nu hebben gehoord tot nu toe, dat heeft te maken met alle drie, zou je kunnen zeggen. Maar ik wil er even in deze korte pitch de nadruk leggen op dat aspect van resilience. Het is natuurlijk heel duidelijk dat gemaakt al dat kunstmatige intelligentie disruptief kan zijn. Maar de mate waarin en de effecten daarvan, die hebben we nog steeds als mens ook zelf in de hand, dat is mijn stelling. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de mate waarin en manier waarop we mensen meenemen. In die ontwikkeling. Nou, daar heeft uh, collega Geert net al verteld wat we als universiteit doen. Maar uh, we hebben ook in Brabant geconstateerd dat uh, de ambivalentie van die ontwikkeling, ja, daar hebben we invloed op. En die invloed moeten we ook uitoefenen. En uh, de zorg zit bijvoorbeeld bij uh, de manier waarop je bedrijven meeneemt, maar ook mensen die al werken. Hè. Mensen opleiden is één, als, als computer scientist. Uh, en natuurlijk kunnen we daar ook uh, kunstmatige intelligentie bij gebruiken. Maar de situatie is in dit moment, op dit moment nog steeds zo dat ik met uh, dit apparaat, een gewone telefoon, regelmatig een melding krijg dat het tijd is voor een update. Nee, ik moet naar een uh, update van, uh, ja, van, van de firmware en van de software. Want anders werkt die straks niet meer. Want dan komen er nieuwe apps en dan kan die telefoon niet werken. Want uh, dan is de technologie te ver vooruit. Het probleem in onze samenleving is dat ik als mens niet zo'n piepje krijg. Dus er piept bij mij niks, nooit. Uh, en de vraag is natuurlijk, als er wat zou piepen... zou ik dan weten wat ik zou moeten doen? Uh, waarschijnlijk niet. Uh, en de vraag is, als ik dat zou weten, of iemand mij daar zou bij helpen... is daar een organisatie voor en zou ik iemand dat willen betalen dan? Want het kost ook geld. Nou, uh, op dat punt zijn onze systemen zeer verouderd. En met name in deze provincie kunnen we dat niet zo laten. Want als we mensen niet meenemen, dan is het risico dat we bestaande scheidslijnen tussen oud en jong, tussen flex en vast, tussen hoog en laag opgeleid uh, zullen zien versterken. Uh, en als je dat niet wilt, dan moet je dus meer gaan doen uh, en anders gaan opleiden dan nu. Uh, Nederland is een land waarin scholing, met name voor mensen die werken, enorm ouderwets is georganiseerd. Je moet onder een CAO vallen, uh, liefst wat jong zijn. En um, je bedrijf moet genegen zijn om je op te leiden, want we verzamelen premies in. Uh, en uiteindelijk heeft uh, de mens zelf heeft heel weinig autonomie om in te spelen op ontwikkeling. Je bent sterk afhankelijk. Heb je flexbaan, dan heb je eigenlijk helemaal niets... ...en binnenkort verdwijnt ook de belastingaftrek... ...de verschoning bij de inkomstenbelasting... ...waardoor je eigenlijk als mens die overal buiten valt helemaal niets hebt. En dat is iets wat we willen doorbreken, ook in Brabant. Er is nu gelukkig ook, Bert trekt dat, een robotagenda... ...en die gaat ook zien op de ontwikkelingen in bedrijven... ...dus het versterken van de awareness van bedrijven, wat is er aan de gang. Dat is toch een voorwaarde om ook te handelen... Maar we hebben ook, uh, en daar hebben we ook Josje uh, hier uh, uh, ook uh, vertegenwoordigd, een, ook een, een, een Brabant uh, ja, robotacademie. Academie uh, om mensen die al werken te helpen opleiden. Maar er is op dat punt een heleboel nodig. En eigenlijk is het rijkelijk laat, want uh, wat, wat alle sprekers hebben gezegd, de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Uh, dus je zit eigenlijk al in een situatie dat een heleboel mensen niet uh, zullen kunnen profiteren, dan wel goed mee zullen kunnen. Dat is een punt uh, waar denk ik de innovatiekracht net zo belangrijk is als we dat we dat technologisch doen. Het is eigenlijk een vorm van sociale innovatie. Dat hebben we niet helemaal in de hand. Hè, want die ouderwetse systemen voor wat zo mooi heet, duurzame zet of leven lang leren, ja, dat zijn landelijke systemen. Uh, die moeten we dus heel snel ook doorbre doorbreken. Dan wel ook uh, uh, in Brabant daar onze eigen vertaling van geven om die een stuk inclusiever te maken. En wat ik heel mooi vind, is dat we. Die initiatieven ook zien. Uh, wij hebben zelf ontwikkeld de Brabant Robot Challenge. En dat is eigenlijk bedoeld, uh, dat is niet voor werkende mensen, maar voor studenten. In eerste instantie, een in heel Brabant die wat ze ook studeren hun kennis wilden vergroten van dit soort ontwikkelingen. Maar die doen dat samen in een challenge met bedrijven. En wat we daardoor bereiken, is dat we bedrijven en mensen ook meenemen samen met studenten. Het is eigenlijk het model waarin uh, bedrijven en studenten uh, gezamenlijk uh, deze ontwikkelingen ja, tot zich nemen. En uh, zien wat uh, oplossingen zijn waar uitdagingen liggen. En dit zijn modellen uh, waarvan ik denk dat we die nog enorm zullen moeten uitbouwen. Uh, juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. Het past ook bij Brabant. Hè. Brabant is de meest gerobotiseerde uh, provincie uh, door de aanwezigheid van de high-tech. Dus het kan ook niet zo zijn de komende tijd uh, dat de piepjes alleen maar afgaan bij de robots... Uh, of uh, bij de mensen die uh, in feite al ja, een, een studie hebben gekozen en uh, uh, al ge, zeg maar uh, gegarandeerd zijn van, van inkomen ook in de komende tijd. Want uh, ik wil uh, ook tot besluit een beetje ook wat pessimisme meenemen. Wat we als mensen niet kunnen uh, voorspellen. We kunnen wel een beetje kijken: oké, okay, dit is disruptief. Banen met sterke routines komen onder druk. Maar we kunnen niet voorspellen wat er aan nieuwe banen en nieuwe werkgelegenheid komt. En daar is het pessimisme in. In het algemeen veel te groot. Als je kijkt naar de grafiek, ik heb niet meegenomen van arbeidsparticipatie, en dan zie je dat de enige dip zit in crisissituatie, dan daalt arbeidsparticipatie, maar hij is nog nooit zo hoog geweest. Dus het is niet zo dat internet ervoor gezorgd heeft dat in Nederland minder mensen werken. Sterker nog, er werken heel veel mensen, wel in deeltijd. Dus de grote kwestie is in dat opzicht niet zozeer. Uh, pessimisme over uh, dat alle banen verdwijnen. Dat zal ooit gebeuren, maar dan maken we dat geen... een van alle mee, ook de 44, 44 jaar min mensen niet. Maar de sterkste verandering is de verandering van werk. Hè? Van het bestaande werk en van het nieuwe werk... plus uh, de kansen voor nieuw werk. En dat is, ja, denk ik, een van de belangrijkste agendapunten... om daarvoor open te staan, maar daar mensen letterlijk ook in meenemen. Dus... Mijn wake-up call die ging over dit, en dat was mijn piepje. Dankjewel.